Aan tafel gaat zitten Thomas Erdbrink, nog steeds onze man in Teheran. Terug met een vervolg op zijn eerste televisieserie waarmee hij in 2015 de Nipkow-schijf won. Toen, weet ik nog Thomas, toen spraken we elkaar ook, was het ontzettend veel uiteraard gehannes en gedoe in Iran om te mogen filmen. Ik geloof dat je wel 5 jaar bezig was om vergunningen en permissies te krijgen. Is het nog steeds zo erg? Nee, het is eigenlijk allemaal een stuk makkelijker geworden. Ja, we kwamen eraan en we gingen filmen. We zetten die camera aan en mensen kwamen gewoon zelf naar de camera toe lopen. En zeggen van, nou, wij vinden dit slecht aan het regime. Of wij vinden dat slecht aan de Amerikanen. Mm-hmm. En we gingen ook naar coffeeshops. Er was westerse muziek. En ja, na een paar dagen zei de regisseur Roel van Broekhoven van, ja, wat is dit, weet je? Je kunt geen verhaal meer maken. Het gaat er goed. Het gaat er goed. Het gaat er goed. Nou, er is natuurlijk die nucleaire deal geweest. Daarna waren de Iraniërs heel hoopvol dat de economie beter zou worden. Dus iedereen de internationale boycott stopte daardoor. Ja, geen sancties meer. Dus een enorme flow omhoog. En iedereen dacht, oké, die internationale bedrijven komen binnen. Het gaat beter. En nou, ze dansten op de straat toen hun president werd gekozen. En nou, iedereen was helemaal happy. Dus wij filmen en filmen. En nou ja, de sfeer werd slechter en slechter met de crew. Want we moeten toch een beetje in Engeland filmen natuurlijk. Goed nieuws is een saai verhaal, wou je zeggen. Goed nieuws? Ja, maar oké, we doen geen reis hier. Er is een reis hier over België, was natuurlijk ook heel goed. Mm-hmm. Maar je moet toch een beetje spanning hebben. Mm-hmm. Dus toen zijn we naar de Verenigde Staten gegaan. Daar was Trump net gekozen. Die begon allerlei dingen te zeggen over de Iraniërs, over Iran, over die nucleaire deal die hij op 12 mei ook weer wil afschaffen. Want zo kennen we Trump natuurlijk onderhand. En nou, toen kwamen we terug in Iran. En opeens barstte daar de hel los. Er waren protesten, hebben we op televisie gezien, rond kerstmis. Mm-hmm. Mensen gingen in 80 steden de straat op. Slogans tegen de economie, tegen de leiders, tegen Irans inmenging in Syrië. Nou, toen werd het verhaal... Kreeg jij het naar je zin? Ja, precies. Werd het verhaal wel wat spannender. Toen hebben we eigenlijk dat moment waar Iran nu in zit, zou maar zeggen, een soort nu-of-nooit moment. Mm-hmm. Van gaan die moderne mensen die steeds moderner willen worden, die aansluiting willen vinden bij de rest van de wereld, gaan die het winnen? Of gaan toch die geestelijke het winnen?